zondag 18 augustus tijdens de Nederwettense kermis organiseerde de KPJ voor de 17e keer de wedstrijd touwtrekken over water. Dit evenement is de grootste jaarlijkse activiteit van de KPJ, de katholieke plattelandsjongeren van Nederwetten. Deze jongerenvereniging heeft tot doel door middel van sport en spel de jeugd in hun vrije tijd samen bezig te laten zijn. Toegang voor de toeschouwers was gratis en mede door het mooie weer was de belangstelling groot. Iedereen mag aan deze wedstrijd meedoen, behalve touwtrekverenigingen. Er werd getrokken door 15 herenteams en 4 damesteams. De teams bestaan uit 6 personen en 1 coach. Het team dat het midden van het touw voorbij de waterbak kan trekken of binnen 4 minuten het verst getrokken heeft, mag zich winnaar noemen. Jullie hebben dit rondje gewonnen. Ja. Wat is de grond voor jullie grote succes? Geluk! Vreks oefenen thuis. Ja, Vreks oefenen thuis. Ja, volgens mij ben je wel een buksje. Hoe oefenen jullie dan wel? Een café met mijn linkerhand. Ja? Ja. En je rechterhand dan? Ja, aan de bar. Zijn in Hansburg. Nee. Gewoon werken. Dus. Hoe is dat nu toe gegaan? Ik ben net hier, dus maar we hebben... 4 gewonnen, 3 verloren wij. Ja. Dus. Dus nog wel in de race voor de overwinning? Oh, nee, dat denk ik niet meer. Wel voor een van de hogere plaatsen denk ik, maar niet voor de eerste denk ik. Okay. Succes dan verder, hè? Het is vandaag zaterdag 7 augustus en het duurt nog een weekje voordat ik op vakantie ga. Dus ook ik ga eens kijken wat ik in Nuenen kan doen tijdens de vakantie. En ik had gedacht aan een fietstocht. Maar daarvoor ga ik eerst informatie inwinnen bij de Heemkundekring. Meneer Hermans, ik wil deze week een fietstocht gaan maken. Heeft u misschien daar tips of ideeën voor? Ja, dat hebben we zeker. U komt net op tijd. We hebben 14 dagen geleden een nieuw fietsrouteboekje uitgebracht. En dat is getiteld Fietsen langs boerderijen in landelijk Nuenen. Dat wil dus zeggen, je fietst door het landelijke gebied van Nuenen. Dat is dus Nuenen, Eend, Gerven, Nederwetten. En... Het tweede item is boerderijen. Je komt langs een totaal van zo'n 80-tal boerderijen. Die boerderijen, dat is eigenlijk de inventarisatie, die hebben wij in 2003 gedaan. Dat 2003 was het jaar van de boerderij. Toen hebben wij als Heemkundekring alle boerderijen in Nuenen geïnventariseerd, kort beschreven, foto's van gemaakt. En we hebben gezegd, nou, dat is een fantastisch gegeven dat we dat hebben, maar wat doen we ermee? Nou, in eerste instantie dit jaar hebben we een fietsrouteboekje samengesteld dat langs al deze boerderijen komt. Ik ben een heel actief iemand, maar hoe lang is de route? U kunt kiezen tussen 25 kilometer en er is een verkorting, dan snij je een stuk van de Gerven af, van 20 kilometer. Dus nou ja, dat moet met mooi weer moet dat te doen zijn. Ik heb inmiddels het boekje van de fietstocht en sta nu bij de Lindeboom. Dat is het startpunt. Dus ik ga maar. Het is erg warm, maar ik denk wel dat het me zal lukken. Beekstraat 29 werd in 1915 gebouwd.
In 1970 werd het pand door de gemeente Nuenen aangekocht. De helft diende tot onderkomen van de boerderij. En in de andere helft werd het jongerencentrum Zideni gehuisvest. Met de vier leilinden en de grote beukenhaag biedt het een fraai totaalbeeld. En het is een voorbeeld van de boerderijenbouw uit het begin van de vorige eeuw. Beekstraat 50. Deze langgevelboerderij stamt uit 1930 en is nu als paardenhouderij in gebruik. De meeste langgevelboerderijen hebben een zadeldak. Deze heeft echter een mansardedak. Lekker het warm? Ja, heel erg warm en er zit een les op. Zo. Behalve van de boerderijen heb ik onderweg ook genoten van de prachtige Nuenense natuur. Wettens Eind 1 is een van de weinige kop-romp boerderijen in Nuenen. En is gebouwd in 1930. Het interieur en exterieur verkeren nog vrijwel geheel in hun oorspronkelijke staat. Het pand verdient dan ook de status van een beschermd monument. Vorsterdijk 10. Niet te zien, maar misschien wel leuk om te vermelden, dat in de dakspanten van de schuur zich balken van de voormalige Clemenskerk bevinden. Vorsterdijk nummer 14, een boerderij uit 1934. De scheuren in de muren zijn het gevolg van een bombardement in de Tweede Wereldoorlog. Het hekwerk is recent aangebracht. Ik ben inmiddels op de helft van de fietstocht en of Marco nou moe is of ik moe ben, dat hou ik even in het midden. De fietstocht vind ik in ieder geval hartstikke leuk, dus ik adviseer u om hem ook eens te gaan rijden. Ik ga nu in ieder geval. Ik ben niet moe hoor. Aan deze show kan eigenlijk iedereen meedoen. Het gaat niet speciaal om de verenigingen dus. Iedereen uit Eindhoven of de agglomeratie. De oude agglomeratie was er vroeger dus, maar nu zijn de samenwerkende gemeentes. Mag iedereen meedoen. Dus het gaat niet speciaal om verenigingen, want in deze agglomeratie zitten ongeveer zeg maar, zo'n 80 verenigingen. En daar doen de meeste mensen wel van mee, moeten zeggen. Maar ja, alleen de mensen met de betere vogels komen er nu naar, want ze weten hoe die zit, betere kwaliteit. Dus de mindere vogels blijven eigenlijk een beetje thuis. Die mensen zijn een beetje denken, hey, zal ik naar Nuenen gaan? Ik ken toch geen prijs winnen. Dus de beste zit niet, want je kunt eigenlijk niet per vereniging vragen. Het zijn eigenlijk afzonderlijke inzenders die hier inzenden. Er zitten knaries, tropen, wildzangvogels, parkieten en dan kwartelachtige. Maar in die knaries, er zijn dus eigenlijk één soort vogel, we noemen de knarie. Maar in die knarie hebben dus kleurslagen. Ik denk wel zo'n 60, 70 kleurslagen. We weten allemaal, de groene knarie was de eerste knarie die eigenlijk hier rondvloog. Maar door kweken van de mensen, waar dus hier de Nuenense vereniging heel veel en goed doen, krijgen we nieuwe kleurslagen. En zo zijn we toch ook denk ik in de kanarenwereld een 100, 120 verschillende kleurslagen gekomen. En zodoende zijn we dus ja, 4, 5 soorten dus, maar kleurslagen hebben we heel veel in de vogelsport.
Wij doen al 30 jaar voor de bejaarden dus, voor de Bond van KPO. Tegenwoordig vroeger zei al, de Bond van Bejaarden staat nog op onze catalogus. Dan baten we de Bond van Bejaarden, maar dat vinden we niet helaas, maar goed, de voorzitter. Dat doen we altijd aan de bejaarden. Dus wij schenken elk jaar een groot bedrag. We hebben dus, even kijken, pakweg 4 jaar geleden, dus hadden we zijn 29 keer, hadden we hier dus de 25 keer de Arnhemmer. Hadden we berekend dat we ongeveer zo'n 60.000-70.000 euro aan de bejaarden hadden gegeven in die tijd. Dus ik vind het wel netjes van een vogelclub. Ik denk dat wij de enige vereniging zijn in Nuenen, ik hoop dat daar meerdere mensen nu horen, die iets doet voor de medemens. We krijgen er op sommige mensen weinig van terug, weinig waardering, maar die weten wel waar ik het eigenlijk over heb. Vanaf het strandbad Eenode werd gestart voor de 5, de 15 of de 30 kilometer. Dus voor elk wat wils. De 30 kilometer rijders deden de route 2 maal, de 15 kilometer rijders 1 maal. Voor de beginnelingen was er een route uitgezet van 5 kilometer die door verschillende Nuenense wijken liep. In tegenstelling tot vorig jaar, toen de tocht letterlijk in het water viel en vanwege de regen moest worden afgelast, was het deze keer stralend weer. Vandaag is de tweede skiler toertocht van Nuenen. We zijn 2 jaar geleden zijn wij gestart daarmee. Jammer genoeg, vorig jaar is het afgelast vanwege het hele slechte weer. Maar ja goed, er zijn weer volop skielers aanwezig vandaag om een heerlijke tocht te doen in en rondom Nuenen. En waarom vanaf deze plaats? Nou, vanaf deze plaats, 2 jaar geleden zijn wij ermee gestart omdat skieler enorm populair is. We zijn in het sportcentrum de 3-tip gestart 2 jaar geleden met een skatecursus. Dat sloeg enorm aan. Die zijn er momenteel nog, die skatecursussen. We hadden gedacht om daar wat meer gevolg aan te geven aan zo'n skatecursus. Om te zeggen van nou, ga dan ook een skielertoertocht houden. Nou, die was het eerste jaar was dat een enorm succes. Vorig jaar dan jammer afgelast. En dit jaar, we hebben prachtig weer. We hebben een schitterende route hier in Nuenen. Er is verder niemand die tocht eigenlijk wil organiseren. Of ja, er zijn geen verenigingen of dergelijke die dat gaan doen. Dus hebben wij het hef maar in handen genomen. Is er een vereniging of zijn er mensen bij die een vereniging op willen richten? Nou, die kunnen zich bij mij vervoegen en dan kunnen we samen daar eens over praten. Want ik denk wel dat het zo'n enorm groeiende sport is dat daar animo genoeg voor is. Het is een hele mooie tocht. Er zit af en toe een paar steentjes. Maar mijn dochters die willen niet nog een randje. Ik vond skileren wel leuk en het waren mooie landschappen ook. Ja, daar heb ik hem ook mee gedaan. Tweede jaar was het verregend en nu dus zeker volgend jaar weer van de partij. En hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze uitzending. Wij hopen dat u heeft genoten en volgende keer weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Lon door de jaren heen.